Geachte burgemeester, wethouders en met name gemeenteraadsleden van Wassenaar. Vandaag, hier op de Oostdorperweg, wil ik u via deze ingesproken videoboodschap van zo'n 5 minuten bereiken om alvast u voor te bereiden op de volgende optreden in de Arena van de Pauw. Wat zeg ik? In het carré van de Wassenaarse politieke theatervoorstellingen. Voor u ligt ter besluitvorming beperkte gebiedsvisie Groene Zone. Hoe goed moet het zijn om volgens een andere welbespraakte instantie eerst het verwijt te krijgen geen visie te hebben en nu al een beperkte visie te kunnen presenteren? En toch, in alle ernst, het is met name pagina 54 van dit voorstel, online door mij opgezocht naar het lezen van een krantenartikel in de Wassenaarse krant, geschreven door Jos Kneijnenburg, die onder mijn aandacht kwam. Geschreven staat dat er wordt gesproken kan worden over uitbreiding van recyclingbedrijf Van der Dol op de Oostdorperweg, mits zij ook de taken overneemt van de Milieustraat die zich nu bevindt op de Hogeboomseweg. Met als doel dat de daar gebruikte Avelex-terrein kan worden teruggegeven aan de natuur. Teruggegeven aan de natuur? Een zwaar verontreinigd terrein met duizenden tonnen aan in het verleden gestort afval en chemische zooi, mooi afgedekt en overwoekerd met onkruid. Bomen die door de jaren heen hun wortels hebben kunnen laten groeien langs koelkasten, accu's en afgewerkte olie. Teruggeven? Dit is teruggeven als in je leent een bordeauxrode Toyota Prius, je rijdt 5 keer de Dakar Rally met dat wagentje en compleet uitgewoond en veracht geef je hem terug aan de rechtmatige eigenaar. De natuur zal blij zijn om het weer in goed en gedegen staat te mogen terugontvangen. Anyway, verplaatsen van het ene probleem naar het andere probleem dus. Verplaatsen van chemische opslag, stinkende containers en ga maar zo door binnen de groene zone. En zelfs dichter naar bebouwingen en woningen. Niets daarvan. Recyclingbedrijf Van der Dol respecteer ik zeer en heeft uiteraard ook verworven rechten. Maar hoort natuurlijk helemaal eigenlijk niet thuis in de groene zone. Wat nou uitbreiden? Hoe dan? De onwaarschijnlijke hoeveelheid bewegingen aan vrachtverkeer, hoveniersbestelautootjes, over een weggetje dat smaller is dan de Jagerslaan. 2 personenauto's kunnen hier al nauwelijks passeren. 1 personenauto en een vrachtwagen kunnen enkel passeren als 1 van de 2 gaat stilstaan op de kapotgereden berm. En wat dacht u van 2 vrachtwagens die elkaar tegen mogen komen? En dan te bedenken dat dit gedeelte van de Oostdorperweg in de gebiedsvisie wordt omschreven als een landelijke weg waar wandelaars en fietsers tussen al dat groen tot rust kunnen komen en kunnen genieten van de pittoreske vergezichten. De Oostdorperweg waar lakenvelders, schapen en paarden als decorstukken verworven staan in het prachtige Wassenaarse landschap. Het laat zich lezen als een vakantiegids van TUI. Stuk staan aan de fijnstof zou je bedoelen, met een grote kans om aangereden te worden. In het raadsvoorstel wordt geopperd om de kans te bieden om Van der Dol te laten uitbreiden. Moet ik als bewoner van de Oostdorperweg straks een timeslot gaan kopen om de straat normaal uit te kunnen rijden? Uitbreiden en dan nog ook eens verplaatsen van de Milieustraat. U heeft vast wel eens de tientallen autootjes zien wachten langs de wetering alvorens ze de Avelex-terrein kunnen oprijden. Wat is de buffer op de Oostdorperweg? Waar komt de terugslag van al dat verkeer als deze staan te wachten voordat ze kunnen lossen bij Van der Dol? Is er überhaupt nagedacht over een alternatieve locatie? Oorspronkelijk was voor zowel het terrein Avelex als terrein van Van der Dol uitplaatsing bedacht binnen de gebiedsvisie voor de groene zone. De gemeente heeft de wettelijke plicht om de burger te betrekken bij haar voorstellingen die ze afspeelt. Sterker, de morele plicht om haar direct betrokken inwoners goed en gedegen uit te nodigen voor haar theater dat van start gaat. Vrijdag 5 november moest ik echter via de krant voor het eerst vernemen dat het voorstel dat nu op tafel ligt. Niets en niemand uit de gemeente heeft mij als direct belanghebbende betrokken en geïnformeerd over wat er nu speelt. Ik als overbuurman van recyclingbedrijf Van der Dol zou toch op zijn minst een schrijven mogen krijgen van de lokale overheid. Maar nee, ook hier wordt weer verzaakt en geeft de overheid de indruk maling te hebben aan haar burger en gaat ze met een beperkte visie stoïcijns verder met hetgeen dat ze doet. Vervolgens blijkt dat ik alleen had mogen inspreken op een kennelijke voorafgaande commissievergadering waarvan ik geen verwittiging mocht ontvangen. Er wordt veel aandacht besteed aan wat volgens de schrijvers van de beperkte visie de voordelen zouden kunnen zijn van de voorstellen.
Behalve gebrek aan duiding van overwogen alternatieven, valt er weinig te lezen over de volledige impact, transitiekosten en schadeloosstelling van de benadeelde bewoners en bedrijven. Er is veel wat we gemeen hebben en wat ons samenbrengt. Naast dat we allemaal houden van een goed en gedegen onderhoudend stukje cabaret, hebben we ook nog iets wat we gemeen hebben. De liefde die wij kennen voor ons o zo prachtige dorp. Trots kunnen zijn op het stukje Nederland waarbinnen wij mogen wonen en leven. De tijd is voor mij nu te kort om al het moois op te sommen waarom ik wonen in Wassenaar zo kan waarderen. Waarom ik met recht trots kan zeggen dat ik uit Wassenaar kom. Waarom ook ik geheel op mijn manier mijn best doe om van Wassenaar iets moois te maken en te houden. Graag wil ik u met klem vragen om op de raadsvergadering van 16 november te doen wat u moet doen als u aankomt bij agenda punt 9. Aandachtig naar elkaar te luisteren en te kijken. Hier en daar een wenkbrauw te fronsen, wellicht een intelligente vraag te stellen om vervolgens collectief te besluiten om het voorstel, beperkte visie, groene zone, aan te houden en terug te geven aan de commissie. De commissie die na consultatie van de inmiddels betrokken burger, die meer tijd hebben gekregen om onderzoek te doen en zich te bewapenen met argumenten. Dit alles om de commissie te kunnen voorzien van hun standpunten en ideeën. Standpunten en ideeën die stellig zullen bijdragen aan een nog mooier Wassenaar. Oscar Vaassen vanaf de groene zone op een altijd even verkeersluwe Oostdorperweg.